Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom op de herdenking van Wereldlichtjesdag vandaag in Steenwijk aan de Meppelerweg. We herdenken overleden kinderen. Misschien uw eigen kind, misschien een kind van familie of vrienden, misschien een kindje dat heel klein is overleden, misschien een kind in de kracht van zijn of haar leven. We zijn hier samen met anderen, meestal mensen die we niet kennen. Door de duisternis blijven de anderen een beetje uit zicht, maar we voelen elkaars nabijheid en dat kan een troostrijk gevoel geven. Troost dat we van elkaar begrijpen wat onze ziel beroert. Het herdenken van overleden kinderen op Wereldlichtjesdag omvat in feite de hele wereld. Op steeds meer plaatsen gaan om 7 uur 's avonds de kaarsjes aan. Er wordt het lied Precious Child gespeeld. Hier in Steenwijk is het de 4e keer. In Nederland zijn er dit jaar 58 plaatsen waar Wereldlichtjesdag wordt georganiseerd. De cirkel van lichtjes ter nagedachtenis aan overleden kinderen wordt steeds groter. De organisatie vandaag is net als de vorige jaren in handen van de Stichting Voorbij je Toekomst. Dat is de stichting die het monument een beetje verlicht voor de doodgeboren kinderen afgelopen maart hier heeft opgericht. En van deze stichting zijn aanwezig Thekla Poortland, die straks een kleine overdenking zal uitspreken, Jannie van het Zand, die een paar gedichten leest, en mijn persoon Berber de Haan. Het woord is nu aan Jannie. Ik lees voor u een gedicht van Jon Stichter. Een moment van saamhorigheid. De gezamenlijkheid van alle bekende en onbekende mensen met dezelfde pijn om het verlies van een kind overstijgt het nu, over de hele wereld, op hetzelfde moment. De kaarsjes die ontstoken worden zijn het licht van miljoenen vuurvliegjes die het donker in ons hart verjagen en het verdriet weer toelaten. Uit de pijn van leven zonder jou. De duisternis in ons hart verlaat ons even als de hemel tot ons binnendringt. Even niets moeten, mogen huilen bij het ondergaan van het aansteken van de kaarsjes. Het horen van de namen, de emotie van muziek, de gezamenlijke pijn die wij delen, zegt ons dat wij weer samen zijn, dat er weer wat licht is in ons gedeeld verdriet. Laten we vanavond de kaarsjes aansteken en zo de aarde verlichten. We doen dit in stilte. We gaan nu luisteren naar het lied Precious Child. Het is van Karen Taylor Good en zij heeft het lied speciaal geschreven voor deze dag. Precious child, precious child. In my mind, I see you clear as a bell. Precious child, precious child. In my soul, there is a hole that can never be. Child, you left too soon.
though it may be true that we're apart, you will live forever in my heart. In my plans, I was the first to leave. Precious child, precious child, but in this world I was left here to grieve. Precious child, my precious child, in my soul there is a hole that can never be filled. But in my heart there is hope, and you are with me still. In my heart you live on, always there, never gone. Precious child, you left too soon, though it may be true that we're apart, you will live forever in my heart. God knows I wanna hold you, see you, touch you, and maybe there's a heaven, and someday I will again. Please know you're not forgotten until then. In my heart you live on, always there, never gone. Precious child, you left too soon, and though it may be true that we're apart, you will live forever in my heart. Voor het slapen gaan. Pap, als ik er niet meer ben, waar ben ik dan? Zie je daar die zachte witte wolk? Dat is waar jouw bedje staat. En als jij 's avonds slapen gaat, dan dromen we met jou mee. En als jij 's ochtends wakker wordt en het licht aandoet, voelen wij jouw warme zonnestralen. Is de dag weer goed? En krijgt de wereld weer kleur. En zelfs al is het donker en grauw, ook dan zijn wij bij jou. Want zit er dan een stegen, dan stampvoeten we samen in de zoute regen. Mijn lieve, mijn kleine lieve meid, als jij er niet meer bent, en wij zijn hier, en jij bent daar, dan zijn we toch samen. We blijven bij elkaar. Echt waar. Dus rustig maar, slaap zacht. Dit gedicht is 2 jaar geleden geschreven door Ella Schipper voor vrienden die hun dochtertje hadden verloren. Ze was 6 jaar. De vraag van het kind klinkt hartverscheurend. Als ik er niet meer ben, waar ben ik dan? Een vraag waar je niet zo eenvoudig een antwoord op kan geven. Je zou het wel willen. De wetenschap dat je niet een afdoende antwoord hebt, maakt je onzeker en grijpt je aan. Want echte antwoorden
zijn er niet op deze vraag. Heel veel mensen die een kind verloren hebben, worstelen met deze vraag. Waar ben je? Gaat het goed met je? Deze vragen kunnen je een tijd in de greep houden. Ze maken het moeilijk om de draad van het leven weer op te pakken. De tekst van het gedicht biedt je een beeld van troost. Het laat zien dat je mag dromen over hoe het kan zijn. Het geeft geborgenheid aan je gevoel van onmacht en verlatenheid. Zij daar en jij hier. Een afstand, niet te overzien, maar toch bij elkaar. Want dat is natuurlijk wel waar. Je blijft bij elkaar. In je gedachten. In al die herinneringen. In je hart. Je blijft misschien wel gesprekken voeren met je overleden lief. Je blijft bij elkaar. Nooit komt daar iets tussen. U weet er allemaal van. De tijd zal het wel veranderen. Op een gegeven moment pak je het leven weer op. Maar de intensiteit blijft. Het gemis blijft. En wat is er dan mooi om daar beelden bij te bedenken? De warme zonnestralen waar je je in kunt koesteren. De zoute regen als er eens een dag is waarop het niet gaat. De wolk die soms onverwacht aan de lucht verschijnt en je het gevoel geeft: nee, ik ben niet alleen. Wij zijn samen. Ik hoop dat deze woorden u mogen troosten. En dan wil ik graag een moment stilte. Om onze gedachten te laten gaan over ons eigen, over uw eigen kind. En dan gaan we nu luisteren naar muziek. Ik lees u nu een gedicht van Dietrich Bonhoeffer, dat heet Afscheid nemen. Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen en verpakken in goede gedachten van herinnering, is verwijlen bij een brok leven en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde. Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is, niet te vergeten. Is moeizaam de draden losmaken en uit het spinrag der belevenissen loskomen en achterlaten en niet kunnen vergeten. Beste mensen, jongens en meisjes, we zijn bijna alweer aan het eind van deze bijeenkomst. We hebben onze dierbare kinderen herdacht. We hebben ze in gedachten genoemd. We hebben een lichtje voor hen aangestoken. Onze dierbare overleden kinderen. We willen en kunnen ze niet vergeten. We nemen ze mee in ons hart. Voordat ik de herdenking ga afsluiten, wil ik u heel hartelijk danken voor uw komst. Fijn dat u er was. En verder wil ik alle mensen bedanken die geheel belangeloos meewerkte aan deze herdenking. De mensen van de muziek, Ingeborg Sturre, Bob Haanstra, Marga bij de Vaart en Dini de Vos. En Eddy Scholten, die opnieuw voor het geluid en het licht zorgde met spullen van RNG Sound
in Oldemarkt. Heel veel dank. En niet te vergeten Jelle van den Berg van het begraafplaatsenteam van de gemeente Steenwijkerland. Volgend jaar organiseren wij weer, maar dan niet meer als Stichting voor Bije Toekomst. Omdat de stichting haar doel heeft bereikt, dit mooie monument. De stichting wordt opgeheven, maar wij hopen met nieuwe vrijwilligers het organiseren van Wereldliedjesdag te kunnen voortzetten. De herdenking is voorbij en we hopen dat u iets van troost heeft kunnen vinden vanavond. Iets waarmee u verder kunt. Ik wens u alle goeds en wellicht tot volgend jaar.